het is gelukt. Wat heb je in godsnaam geflikt? Ik heb de vervanger voor Stardew Valley gevonden. In ieder geval een mogelijk vervanger. Oké, dus ik kan eindelijk mijn verslaving opzij zetten en toekomen aan mijn backlog. Want je hebt iets gevonden wat Stardew Valley gaat vervangen en verbeteren misschien nog wel. Wat is het in godsnaam, Soraya? Vertel het me. Yes, hier komt ie. Brrrr. Stacksel. Stacksel. Ja, het is Stardew Valley meets Minecraft maken, baby. Het klinkt alsof een uitgever een soort van gewoon echt gewoon crème in zijn broek heeft geschoten van wacht, wat? Een indie die twee populaire indies in één mengt. Dit is goud geld. We poepen biljetten vanaf nu. Oké, dus wat is er gebeurd? Stacksel. Het combineert Minecraft en Stardew Valley. Hoe in godsnaam? Nou ja, ik heb wat screenshots gezien. Yeah. Minecraft kan ik begrijpen, want het zijn heel veel blokjes. Oh. En het zit ook een beetje in de naam. Stacks. Ja, nee, oké. Maar wat is het? Het is dus inderdaad een soort Minecraft-wereld, maar je komt gelijk in een dorp terecht. Oké. Je wordt dus wakker en dat is nog wel, je begint met echt customizen van je eigen poppetje. Geheel Stardew Valley-like, heel veel details. Ja. Super tof. En het is een beetje het standaard begin van een farming game, want je komt in een dorpje en je krijgt een boerderij. Oh. En dan ga je aan de slag eigenlijk direct al en gelijk ook heel pittig. Hoezo heel pittig? Gewoon, is het lastig om te ploegen en te zaaien of wat? Waar we in Stardew Valley eigenlijk heel snel kunnen starten. Weet je, gewoon ploegen, hop, zaadjes, water, klaar. Ja, het zijn een paar klikjes van je verwijderd. Ja, dus deze game heeft zoveel meer details. En dan zelfs nog meer dan Minecraft. Weet je, waar we in Minecraft het craften hebben, dat systeem hebben ze dan ook weer meegenomen. Met zo'n grid, dat je dan wat dingetjes in een grid moet plaatsen en dan vooral altijd in een pickaxe of... Nou nee, het is eigenlijk nog meer... Ik heb echt zitten vloeken bij dit stuk. Oké. Want op zich, weet je, het zaden, dat gaat allemaal vanzelf. In ieder geval redelijk vanzelf. Je moet natuurlijk ploegen en alles, het bekende. Mm-hmm. Maar wanneer je dan iets wil bouwen, dan wordt gezegd, nou ja, succes. Het is niet meer kopen of dat je ergens aankomt met 100 stukje hout. Dus dat is een beetje, ja, dus dan snap ik waarom je zegt het combineert Minecraft met Stardew Valley. Omdat bij Stardew Valley is het gewoon van verzamel zoveel hout en zoveel geld en loop naar iemand toe en die fixt het dan voor je. Terwijl bij Minecraft is het, als jij iets wil maken, go fucking at it, weet je wel. Dat moet je dan natuurlijk zelf doen. Maar dit is dus een beetje een combinatie van beide. Ja. Is het goed? Want jij zegt, ik heb het gevonden, de vervanger van Stardew Valley. En dan zeg je wel iets heel groots, want ik denk dat heel veel mensen wel weten dat zowel Soraya als ik heel erg prikkelbaar ben voor Stardew Valley. Als in, als ik dat opstart, dan schiet ik pas wakker om 6:00 a.m. zo van... What year is it? Inderdaad, weet je van, waar ben ik? Maar, is het goed? Ik wil het niet gelijk afschieten, omdat ik vind het gewoon echt heel tof. Dit is niet Stardew Valley met een Minecraft jasje, maar het is inderdaad, als je iets wil maken, je moet niet zelf letterlijk de blokjes doen, maar je gaat naar een houtzagerijtje en daar leg je hout klaar. En, weet je, of blokjes hout of gewoon ruw hout. En die details zitten er wel in en dat vind ik tof. Okay. Er zitten ook personages in, niet zo diep als met Stardew Valley, dat mis ik dan wel daarin. Maar je hebt ook wel weer dat je echt de wereld in kan trekken à la Minecraft en dat gaan ontdekken. Is dat ook randomly generated of is dat meer als Stardew Valley waarbij het een vast dorp is? Nee, het is wel sandbox. Maar je hebt wel een vast dorp en een vaste boerderij en dan kun je dus ook nog de wereld in. Ook nog, ja. Het is dus echt wel, zeker voor een indie game, heel erg rijk daarin. Ja. Ik zou zeggen, het is gewoon geslaagd. Het is nog wel een early access, dat moet echt wel erbij gezegd worden. Ja, oké, want dat was eigenlijk een beetje mijn follow-up vraag, want je wil het ook nog niet afbranden omdat het nog niet af is. Nee, maar zo voelt het, het is niet inderdaad, weet ik, voor alle PUBG dat je met alles denkt, oh ja, het is nog niet af. Van het crasht weer, early access. Ja. Nee, dat is het niet. Het is eigenlijk, ze hebben alles al neergezet en ik denk dat het gewoon nog rijker wordt. Misschien inderdaad met die personages die wel veel meer leven erin krijgen, veel meer een backstory. Weet ik, van dat ze ook ineens depressief zijn, weet je, zo. Want dat was met Stardew Valley met iedereen, dat je denkt van, oh, wat een jolig, leuk dorpje. En uiteindelijk kom je erachter dat iedereen PTSD heeft. Dat was heel erg Stardew Valley. Heeft het, want ik ben dan benieuwd, want er zit dus potentie in, maar heeft het ook charme? Want ik ben er nooit zo gecharmeerd van als een game zegt van, we pakken twee populaire spellen en we mashen die in één. Money! Maar dat heeft er dus wel. Het is echt, look ziet er zo tof uit. Dat vond ik juist niet. Ik zag die screenshots, ik denk, dat is een Minecraft rip-off. Ja, maar het is ook wel, weet je, het is Minecraft en schattigheid. Ja, en dan ben ik alweer een beetje Dat vind ik heel erg leuk. Ja, nee, dat snap ik dan, maar dat gaat bij mij dan, gaat daar toch iets tingelen. Ik ben heel erg benieuwd wat mensen, als ze die gameplaybeelden zo zien, dat ze dan zeggen van ja of nee. Want toen ik de screenshot zag en de premise van jou ook zo hoor, dan heb ik zoiets van, ja, nee,
dat klinkt als een soort van mashup en that's it. En daar ben ik niet echt gecharmeerd van. En vooral niet als het dan ook nog early access is, want dat hebben tegenwoordig alle games. Ja, en dat is inderdaad wel een beetje dat ik denk, ja jongens, komt er dan nu nog meer? Of is het nu gewoon early access? Ze zeggen natuurlijk van wel, maar hoeveel rijker wordt het daarin? Het moet ook wel gezegd worden dat de leercurve is bizar. Dus weet je, bij mijn eerste barn, dan ga je ervan uit dat ze echt je handje vasthouden. En dat doen ze ook wel. Maar het is niet alleen je handje vasthouden, je moet ook echt je ogen keihard op het scherm houden. Je kan niet even afdwalen, zoals dat normaal, weet je, wordt je vergeven. Maar dit is echt gelijk, dit moet je doen. Succes. Pak een pen en noodblok erbij, zou ik zeggen. Bijna wel. Maar het is wel, weet je, ondanks absoluut, ziet eruit als Minecraft die iets schattiger is. Het is gewoon veel rijker daarin. Dat craften is sowieso veel dieper daarin, maar je kan ook allemaal collecties gaan doen. Je kan ze zeggen dat je hobby's op een gegeven moment kan gaan hebben en je kan je huis helemaal inrichten, want er staan ook meubels die je kan kopen. Ja, dus dat is wel heel tof gedaan, maar ik merk wel in de Minecraft-stijl, weet je, de Minecraft-wereld, als je al te snel ging rennen of zo, dan kreeg ik een beetje zo'n blurry idee. Okay. En dat is hier eigenlijk nog meer, omdat overal plantjes en dingetjes, het is een hele drukke volle wereld, kleurrijk drukvolle wereld. Dus het is wel dat je denkt, sensory overload. Ja, een beetje wel. Ik wil eigenlijk gewoon alle plantjes weg gaan halen. Dan denk ik, oké, weet je, genoeg van al die bloemen. Het is ook wel een beetje een tik natuurlijk. Van, het moet wel clean zijn, het moet wel symmetrisch zijn. Harvest Moon, nee, hoe heet het? Animal Crossing. Onkruid overal weghalen. Een beetje dat idee krijg ik. Maar het is wel heel tof. Maar het moet wel, qua verhaal, mist het toch een beetje dat Stardew Valley erachter. Dat is wel. Ja, maar dat zou ik dan juist weer vermijden als ik die gasten. Want wie maakt natuurlijk het? Natuurlijk. Er zit een heel groot team achter. Dus sowieso de voorman is een Nederlander. Dus daarom dacht ik al, dat is leuk. Oké, dat is mooi. Ja. Dus dat, maar het is wel een heel groot. Weet je, als het een klein team is van één iemand, zoals met Stardew Valley, dan denk ik, het zij je vergeven, knul. Hier weet je, een sticker, top gedaan. Maar dit is wel een heel groot team achter, waardoor ik inderdaad wel denk zo, misschien is dat iets te veel Minecraft, iets te weinig Stardew Valley qua verhaal om het echt langer interessant te houden. Dat je echt denkt, weet je, ik ga nog een dag. Nu ja, oké. Weet je, als me die dag klaar is, ik voel me niet getriggerd om per se nog een dag te gaan. Het is geen drive. Terwijl dat bij Stardew Valley is dat een beetje, ik heb daar geen dag-nachtcyclus. Dat gaat gewoon door. Dat is. En dan telkens denk ik van, als ik nou naar bed ga, dan sluit ik de game af. Nooit. Nee. Dan hoor ik die haan weer en dan ga je weer door. Maar Stexel, is het iets om in de gaten te houden de komende tijd? Is het iets waar je nu al op in moet springen? Want wat is de prijs voor de game in Early Access at the moment? €20. €20? Hoppatee. Daar koop je ook Minecraft voor. Daar koop je ook Stardew Valley voor. Ja, dat is zo. Maar goed, dan weet je, dan hebben we het ook wel echt over twee games. Die bewezen zijn. Ja, die al bewezen zijn. En qua prijs vind ik die erg aan de lage kant zitten. Ja. Voor hun inhoud. Voor deze game denk ik, het is het waard. Maar ik denk dat het toch wellicht meer is voor de iets jongere gamer. Of misschien weet je, een beginnende gamer, dat kan ook wel. Wij verwachten gewoon veel meer qua verhaal, qua diepgang daarin. Ja, maar de jongere gamer gaat die niet verloren raken in wat jij zegt, dat je continu heel erg erop moet zitten. Dat je heel erg op moet letten en dat het meteen moeilijk is. Dat klinkt meer als iets wat juist een ervaren gamer meer zou hebben. Ja, maar goed, weet je, dan hou je gewoon het hoofdje tape aan het beeldscherm. Ja, okay. Opletten zal je. Wacht, jij doet iets pedagogisch. Wat is dit? Dit is heel pedagogisch. Dit is niet pedagogisch verantwoord, denk ik. Nou ja, weet je, het ligt me net aan wat je. Goed, hoe dan ook, Stexel. Yes. Het kan nog groter worden. Wat het nu is, heeft al veel potentie. Het is €20. Ik ben heel erg benieuwd of mensen er wel of niet op in gaan springen. Ja. Maar in ieder geval bedankt, Soraya. Heb je nog een soort van final thought die je mee wil geven? Een beetje. Mijn quest voor een nieuwe Stardew Valley is niet gelukt. Mm. Maar ik geef niet op, Tom. Nee, het kan nog komen. Ik geef niet op. Het is early access, dus het kan altijd nog komen. Of een andere game. Ik voel tussen nu en sowieso 2 weken denk ik wel een game aankomen waar die ook weer dit gaat proberen. Oh, dus wauw. Wat een mooie teaser. Naar de volgende aflevering. Mocht je deze aflevering van Indie Spotlight leuk hebben gevonden, laat vooral iets weten in de comments. En blijkbaar kom volgende weken terug, want Schaai heeft een soort van teaser dat er misschien iets aankomt wat wel Stardew Valley ook kan vervangen. We gaan het zien. Dat was het voor deze keer. Dankjewel, Schaai. Dankjewel, Tom. Yo, doei.